De ureumhandelsovereenkomst tussen Suriname en Venezuela zal ertoe moeten leiden dat het komend seizoen betaalbare ureum gegarandeerd is. Venezuela heeft inmiddels 2400 metrieke ton ureum geleverd aan Suriname. De kunstmest zal tegen een commercieel tarief worden verkocht aan vooral de rijstboeren. De handelsovereenkomst is op 17 november getekend en de eerste lading is op dezelfde dag op de haven van Nikeri gelost. Een topdelegatie uit Venezuela onder leiding van de vice-minister voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied Alexander Janis was in Suriname om de samenwerkingsrelatie tussen de twee landen te bekrachtigen. Namens Suriname tekende minister Suresh Algu. De ondertekening vond plaats op het ministerie van LVV. Reeds enkele jaren heeft Suriname een samenwerking met Venezuela op het gebied van brandstof, rijst en ureum. De voorzitter van de Vereniging van Verwerkers en Rijstexporteurs, Bahwat Persat Ramadin, gaf bij de ondertekening aan dat de ureum landelijk gedistribueerd zal worden, om zodoende niet alleen de rijstsector, maar ook de landbouw en tuinbouw te kunnen voorzien. Er worden dit seizoen nog 2 scheepsladingen met ureum verwacht.